hier met een jas op. Music League, seizoen 3, laat je horen voor je sneller. Ik vond het publiek super nice. Ze waren echt, hun energie was daar, net zoals mijn energie. En daar gingen ze ook mee op vibe, dus dat vond ik wel leuk. Ik maak hip-hop, clubmuziek, een beetje. Ik heb ook een soort van Afro-vibes-achtige muziek. Maar ja, dat zou je op Spotify even moeten checken, @LA Santana. En ja, ik maak eigenlijk verschillende soorten muziek. Mijn toekomstplannen zijn dat ik eigenlijk kan leven van mijn muziek. Dus dat ik zo ver heb geschopt dat ik elke maand met een release inkomen pak en met shows. En het gaat nu de goede kant op. Dus ik hoop wel dat ik een grote artiest mag worden in de toekomst.